Een goede griffiemedewerker is flexibel, inventief, accuraat, allemaal competenties die je nodig hebt in specifiek dit vak. De Griffie ondersteunt in de provincie de statenleden en dat doen ze in de breedste zin van het woord. Ze zorgen ervoor dat statenleden optimaal kunnen functioneren en de ondersteuning van de Griffie gaat dus via advisering tot en met het zorgen dat documentatie en informatie optimaal beschikbaar is, dat evenementen en bijeenkomsten en vergaderingen tot in de finesses georganiseerd zijn. Dat is de rol van de Griffie. Je bent met elkaar als team verantwoordelijk voor die ultieme ondersteuning van de staten. En iedereen heeft in die keten dan ook een eigen specifiek stukje. Dus als er één stukje in die keten hapert of niet voldoende uitgewerkt is, heeft de ander daar absoluut last van. Dus je vertrouwt ook heel erg op elkaar en op elkaars expertise en accuratesse. Maar als team zelf is het ook heel leuk om met elkaar te lachen over gebeurtenissen die ook bijzonder zijn. Soms verloopt een dag ook anders dan je verwacht had, omdat de waan van de dag en zeker in de politiek heel erg kan verschillen. En dat kan gebeuren dat je agenda volledig omgegooid wordt en daar moet je dan maar om kunnen lachen en dat maar inrichten. En dat heb je wel met elkaar. Je hebt ook die relativeringsvermogen met elkaar nodig. Het leukste aan mijn werk is om te zorgen dat alles voor elkaar is en dat het eigenlijk lijkt alsof het bijna vanzelf gaat, dat het helemaal niet zoveel werk is. Het is vaak veel werk om alles precies zo te krijgen zoals je het wil hebben, maar het is leuk om de impressie te geven dat het piece of cake is. We'll be right back.